In oktober 2019 werd het kleine Drentse dorp Ruinewold het oog van een wereldwijde mediastorm. Toen bleek dat Gerrit-Jan van D. zijn kinderen jarenlang verborgen hield voor de buitenwereld. De oudste vier kinderen wilden hun kant van het verhaal vertellen en deden dat in de vierdelige ontluisterde documentaire serie Kinderen van Ruinewold. Nou, miljoenen mensen zaten de afgelopen weken aan de buis gekluisterd om het antwoord te horen op de vraag wat zich toch allemaal heeft afgespeeld op die spookboerderij in dat Drentse dorp. Voor de kijkers, let op, sommige beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Een verhaal dat je niet zo snel verwacht in Nederland. Geen van de aangetroffen mensen staat ingeschreven in het basisregister van de gemeente. Marjan, bijzonder moment. Ja, met deze idee kun jij de wereld laten zien dat je feitelijk echt bestaat. Het is niks en het is toch ook weer een hoop. Het beste is gewoon maar er helemaal niet over te praten en maar net te doen op school alsof Israël en er helemaal niet zijn. Ja? Als jij dan de geest van je moeder belichaamde voor hem, behandelde hij jou dan ook anders? Ja. Ja, dan zag hij mij gewoon echt als zijn vrouw. Als je met hem sliep en zo, was het gewoon hetzelfde. Ja. Seksuele handelingen? Ja. Dan ging hij zo lang wurgen tot je dan bijna het gevoel had dat je doodging. En dan liet hij los. Mijn moeder die zit gewoon op de stoel en die zit een soort van ook lachend bij. En dat gaf voor mij ook wel echt duidelijk weer van, nou ja, van je laat dat toch met je kinderen gebeuren. Ieder kind mist op een gegeven moment gewoon zijn ouder. Ik denk, dat zit er ook gewoon heel erg. Weet je, van, je wil niet de vader in de gevangenis en je wil niet de moeder die overleden is. En weet je, dat wil je niet. Ja, hier aan tafel zitten twee van de kinderen, Edino en Israël. Welkom, super fijn dat jullie hier zijn. Ja, ik denk dat iedereen die kijkt en ik ook maar eigenlijk één eerste vraag hebben. Dat is natuurlijk, hoe gaat het met jullie? Israël. Ja, met mij gaat het goed. Zeker, heel goed. Je hebt een nieuwe tand, zag je al in de aflevering. Mooi toch? Ziet er goed uit. Ja. Nee, daar ben ik heel blij om. Want de tandarts was ook gewoon echt heel blij om dat te kunnen repareren. Want die was voor haar ook heel mooi. Ja. Maar ik ben er zelf ook echt 15 jaar lang met een kapotte tand gelopen. Dus. Ja, het is gewoon helemaal een nieuw begin. Ook qua hoe je eruit ziet. Dan voel je gewoon ook helemaal precies. Lekker. Ja. En voor jou, Edino? Gaat ook goed, ja. Ja. Beter dan verwacht eigenlijk. Reacties waren heel positief. Dus het geeft echt veel... veel moed richting de toekomst. Was je bang voor vervelende reacties? Niet bang, maar nou, je weet wel, je weet wat erin zit. Je weet wat het verhaal is. Dus je weet ook wel dat dat niet... het zijn geen lichte verhalen natuurlijk. Dus, en ergens denk je dan wel van de reacties kunnen misschien voornamelijk onbegrip zijn, omdat het een complex verhaal is. Mm-hmm. Maar eigenlijk alleen maar steunende en begripvolle reacties gehad. Ja, want het is nogal wat. Ik vind het sowieso supermoedig dat jullie hier zitten. Maar ook heel erg moedig dat jullie hebben meegedaan aan die documentaire. Want iedereen van de media was natuurlijk daar in Ruinerwold. Iedereen wilde jullie spreken. En jullie hebben toen via een contactpersoon aan documentairemaakster Jessica Valerius laten weten dat jullie met haar die documentaire wilden maken. Ja. Waarom hebben jullie dat besluit genomen om daaraan mee te werken? Ja. Nou, trouwens, ik heb Jessica zelf opgebeld als eerste. Dus, dus het was, maar we hebben inderdaad advies gekregen van een aantal mensen die gewoon wij vertrouwden en die hebben ons een beetje daarin geholpen. Dus dat was zeker wel advies. Maar inderdaad, wij hebben natuurlijk aan het begin heel veel met elkaar besproken van hoe gaan we hiermee om. Want het werd overal, in alle media was het natuurlijk inmiddels al alle verhalen naar buiten gekomen. En een hoop klopte daar, hele hoop klopte daar niet van. Ik denk misschien dat je bijna kunt zeggen dat bijna alles niet klopt aan het begin. Je bedoelt dat op het moment dat het naar buiten kwam en je verhoren deden, dat uit je verhoren het dossier van alles naar buiten werd gelekt? Nou, daarvoor nogal. Er was zoveel onzin. Dus dan kun je dat niet laten zitten. En je wordt ook voortdurend benaderd. Ze willen allemaal. Ze zijn allemaal naar je op zoek. Dus je weet ook dat het kan niet voor altijd zo blijven. En dus dat is de eerste aanleiding geweest dat we dachten van we willen het verhaal naar buiten brengen. En wat is dan een goede manier? Een krant, dat is veel te kort. Een krantartikel en heel veel andere dingen zijn niet geschikt. Dus dan blijft eigenlijk maar één ding over wat het en beeldend maakt en het verhaal goed kan vertellen. Dat is een documentaire. En dat is waarom we daarvoor gekozen hebben. Terwijl me alsnog... Ik kan me niet voorstellen hoe het eerst om zo'n leven gaat. Maar het lijkt me sowieso heel spannend om het dan te moeten vertellen. En daar kun je natuurlijk ook voor kiezen. Doe ik dat in beeld? Doe ik dat buiten beeld? Doen we dat anoniem? Edino, zeker natuurlijk als er sprake is van wat er allemaal gebeurd is. Seksueel misbruik. Heb je echt bewust gekozen van oké, maar ik wil dit ook echt in beeld gewoon vertellen? Ik heb nooit getwijfeld of ik in beeld wilde. Omdat als je dat buiten beeld doet, dan komt het toch minder goed over.
Ik denk dat het gezicht wat erbij hoort, de persoon die erbij hoort, dat vertelt ook een boel. En uiteindelijk zijn wij toch degene die denk ik het verhaal gewoon ook het best kunnen vertellen. Dus als je dan weer verstopt achter een balkje of wat dan ook, dan maak je toch ook weer wat schimmiger. En ja, wat Israël net ook zegt, er was zoveel onwaarheden, maar dat is nog niet eens... Ja, natuurlijk waren er ook dingen waar. Maar je bent liever dezelfde persoon die bepaalt wanneer die dat naar buiten brengt. Dat snap ik. Maar waren die onwaarheden waardoor je dacht... oké, maar dit is waarom ik het verhaal wil vertellen? Of zat er nog een andere motivatie ook achter? Laat ik zo zeggen. Dit was de eerste aanleiding om te zeggen van... we moeten dit in een documentaire naar buiten brengen. En dan ga je wel nadenken, wat zijn andere... redenen om het te doen. En wat zijn nadelen natuurlijk ook. Mm-hmm. En nadelen zijn natuurlijk dat als je in de bekendheid treedt... dan daar kun je nooit meer terug. Je bent bekend en dan kun je niet meer uit weg. Precies. Maar, en het blijft altijd ons verhaal. Iedereen weet dat dat ons verhaal is. Mm-hmm. Maar de voordelen zijn natuurlijk dat heel veel anderen doorgeholpen kunnen worden. En dat is wel steeds meer ook een zwaarder wegend argument. Zeker in latere fases toen het ook moeilijk werd van... willen we hier wel mee door en is dit de moeite waard? Want het is ook natuurlijk zo'n proces, dat neemt ook veel energie. Je bent er heel veel moet je ervoor opofferen. En dan is het wel, geeft het extra motivatie als je dan ook ziet van... En ja, uiteindelijk was dat conclusie van het gaat ook zeker anderen helpen. En nu het eenmaal naar buiten is, dan merk je dat ook. Je krijgt aan alle kanten reacties van mensen die zeggen van het helpt hen om... daar ook over hun eigen verleden open te kunnen zijn... en misschien daar dus ook stappen in te kunnen zetten. En dat geeft echt heel veel energie. Dat je weet dat niet alleen ons helpt met de verwerking... maar ook heel veel andere mensen kan gaan helpen. Heb je enigszins ook maar een klein stukje hier... van de hele nasleep kunnen realiseren... toen je besloot om weg te rennen van de boerderij? Want jij hebt die hele zaak aan het rollen gebracht eigenlijk. Je twee broers en je oudste zus, die waren al gevlucht... een paar jaar eerder. Jij hebt toen besloten, ik ga weg. Ja. Wat dacht je? Ik dacht alleen maar aan onze situatie. Ik heb geen moment gedacht dat het groot kon worden. Ik heb ook niet... Ja, ik heb daar gewoon ook rekening mee gehouden. En ik ben blij daarmee. Want als ik dat wel had gedaan... had ik nog veel meer een drempel gehad om dat te doen. Want er was nog veel grotere stap geweest. Het was op zich al heel moeilijk. En ja, een paar dagen daarna hoorde ik dan... van politieagenten die mij begeleiden van dat het in de nieuws zou komen. En een tijdje later zag ik het dan inderdaad op tv. En dan realiseer je dat het dus daadwerkelijk zo groot werd. Maar daar had ik geen rekening mee gehouden toen ik daar wegging. Nee. En is het niet ook als je op een gegeven moment wordt de documentaire opgenomen... en dat moet dan nog gemonteerd worden en alles... maar dan komt er zo'n dag van de eerste uitzending dat je weet... oké, het is vanavond op een grote zender te zien voor heel Nederland. Dat lijkt me dan nog wel even extra spannend, Edino. Ja, dat was absoluut spannend. We hadden vertrouwen in wat er gemaakt was, wat er neergezet is. We hadden het natuurlijk al gezien, dus we wisten ook wat er naar buiten zou komen. Je weet alleen niet wat de reactie zal zijn. Wat is gewoon net ook gezegd, weet je, alle reacties waren positief. We hebben letterlijk niet één negatieve reactie ontvangen. Wauw. En Maar het is niet ook heel echt... overweldigend als allemaal mensen je gaan berichten? Dat is overweldigend, maar aan de andere kant besef ik ook heel goed... iedereen die doet dat niet zomaar. Ze willen steun betuigen. En sommige mensen die nemen de tijd om zo'n bericht te schrijven en zo. Dus het minste wat je kan doen is het toch wel lezen... en toch wel tot je door te laten dringen. Maar het is wel heel overweldigend inderdaad. Ja. Ik zei net al, toen jij de beslissing nam om te vluchten... jij was toen al 10 jaar... van huis, hè? Je was al veel eerder gevlucht natuurlijk. Toen jij hoorde dat Israël deze stap had genomen, wat dacht je? Ik hoorde natuurlijk niet direct op wat voor manier die stap had genomen. Dus dat was een heel proces. Voordat wij elkaar ontmoet hadden, waren er een aantal weken voorbij gegaan. En in die weken had ik eigenlijk mijn complete verhoor al gehad. Weet je, zit in de politiecel, in verhoorkamer. Dan word je natuurlijk een aantal vragen gesteld. En je weet niet de andere kant. Ze vertellen natuurlijk niet alles. Dus ik wist niet hoe Israël er zelf in stond. En nadat we elkaar ontmoet hadden en je spreekt elkaar... en je hoort hoe het gegaan is, dan... Je zus Marjan zegt in de documentaire... ik ben blij dat Israël die stap heeft gezet, dat wij het niet hoefden te doen. Want anders had ik me de rest van mijn leven... want zij was ook eerder gevlucht... had ik de rest van mijn leven met die last moeten dragen. Ja, maar die last... Want dat is een vraag die wordt gesteld. En waarom hebben jullie niet ingegrepen nadat jullie zijn gevlucht?
Nou ja, dat is natuurlijk een van de dingen die wij ons wel eens afgevraagd hebben. Maar we hebben die gesprekken natuurlijk al heel veel gehad. Maar anderzijds is het zo, wij hadden niet de informatie van binnenuit. Dus we hebben meerdere keren contact proberen op te nemen. En daarin werd de boot toch voornamelijk wel afgehouden. Of er werd voorwaarden gesteld op ons, zodat we contact konden hebben. Mm-hmm. Dus we wisten niet wat er aan de binnenkant, laat maar zeggen, aan de gang was. En je wilt toch niet een stap nemen, laat maar zeggen, die achteraf dan een verkeerde stap blijkt te zijn. Want het is een hele grote stap en je weet het niet. Wat had er dan kunnen gebeuren? Wat zeg je? Je maakt je dan ook zorgen. Je maakt je zorgen inderdaad, ook om de rest. Ik bedoel, ze zijn niet ingeschreven. Onze vader die reageerde soms nogal in paniek in bepaalde situaties. We hebben dat meerdere keren meegemaakt. Vanuit Hasselt naar Zwartsluis zijn we op de ene op de andere dag gingen we niet meer naar Hasselt. Spullen nooit opgehaald, alles bleef daarachter. We zijn in één keer te horen gekregen, we mogen nooit meer terug naar Hasselt. Zwartsluis naar Meppel, precies hetzelfde. Eén op de andere dag, midden in de nacht weg. Jullie zijn op dezelfde manier naar Ruinewold gegaan. Dus ja, als je dat niet goed aanpakt en je weet niet precies wat er aan de binnenkant aan de hand is. En je maakt daar een fout in en hij beslist van, nou, dit is het moment, laat maar zeggen, om weg te gaan. Of erger, laat maar zeggen. Ja, dan heb je dat wel op je geweten. En daar waren we inderdaad wel heel erg bang voor. Groot risico. Ja. Ja. De aflevering van gisteravond die eindigde met een fragment van jullie vader. Laten we even naar dat fragment kijken. Ja. My brother, it's only on image. Image. Remember, this image is wrong. Maybe I'm not the son. Idiot. Maybe I'm just normal. Ja, dit komt overigens allemaal van archiefmateriaal. Wat bleek te liggen, wat jij geloof ik hebt gevonden, Israël. Hoe is het voor jullie zelf om elke keer opnieuw weer te zien nu? Ja, zwaar. Altijd weer. Dus ja. Het blijft raar. Ja. Nee, zwaar. Waar? Ja, zwaar. Gewoon. Zwaar, ja. Sorry. Ja, ook omdat een van de vragen, de documentaire maakster Jessica, die zat hier een paar weken terug aan tafel om te vertellen over de documentaire. En die zei ook dat als het gaat om of jullie vader in staat is om die rechtszaak, hè, want die rechtszaak, hij is uiteindelijk niet vervolgd. Omdat hij niet in staat was om zich goed te verdedigen. Omdat hij niet meer aan zou kunnen geven hoe hij erin stond. En de vraag die toen werd opgeworpen, waarvan ik ook wel benieuwd ben hoe jullie erover denken, ook een beetje naar aanleiding van zo'n fragment misschien, is van, denken jullie dat hij in staat is misschien toch om dat wel te doen? Of dat hij zich misschien anders voordoet of gekker voordoet dan die toch is op dit moment? Ja, ik denk sowieso dat persoonlijk heb ik wel geloof dat er op een of andere manier een manier zou zijn om hem te berechten. Alleen ja, ik zit niet in al die juridische zaken, ik ben geen advocaat, dus ik durf daar ook niet echt uitspraken concreet over toe. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke gevoel. En dat kan ook beïnvloed zijn doordat ik het hoop, natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, ik durf wel te zeggen dat ik denk van dat die mogelijkheid er is. Mm-hmm. Dat hij berecht zou kunnen worden met in de staat waarin hij is. En dat hij zich waarschijnlijk ook iedere kans wel aanpakt om zich gekker voor te doen dan die eigenlijk is. Ja. Wij hebben elkaar al eerder gesproken en toen vroeg ik je, wat was het moment dat je ging twijfelen aan die magische krachten die hij zei te bezitten? Hè? Dat hij geesten kan verplaatsen van de ene mens in de andere mens. Dat hij toch denkt dat hij de profeet is of in contact staat met God. Dat vond ik wel heel interessant, het antwoord dat je daarop gaf. Want jullie moeder is in 2004 overleden. En toen zei hij eigenlijk, nou, als je je zondigt, dan word je gestraft door God. Maar jullie vader kreeg een hersenbloeding. En jij vertelde daarover dat het moment was dat je ging twijfelen. Ja, één van de momenten. Maar ja, het zijn heel veel kleine stapjes geweest. En iedere keer kwamen er meer dingen bij. Maar dit is wel een soort van grote verandering geweest. Die soort van doorbraak maakte voor mij om door te hebben van ja, wat hij zegt klopt niet met wat er gebeurt. Ja, want als hij zo sterk is en al die magische krachten heeft, waarom wordt hij dan ziek? Precies. Ja. Ja. Hoe kijk jij nu naar je vader, Edino? Mijn beeld is wel helemaal veranderd, ja. Ja, ik had aan het begin was het voornamelijk heel confronterend, omdat ik natuurlijk als kind, laat maar zeggen, heb ik altijd geprobeerd om te zorgen dat hij trots is op me. En dat hebben we denk ik allemaal geprobeerd. Dus ergens wil je gewoon die erkenning hebben. Mijn zus die had het er ook al over. Dat wil ieder kind, denk ik. En
Ja, je wilt het denk ik ook niet helemaal voor jezelf uitspreken hoe het daadwerkelijk is. Maar inmiddels zijn we een heel proces verder ook. En ja, ik durf wel nu te stellen dat ik absoluut helemaal niks meer voor hem voel. En dat is wel een hele harde conclusie, maar zo is het gewoon echt. Ja. Dus, ja. Heeft dat, want ik tijdens de documentaire viel mij op, we kunnen een klein fragmentje daarvan kijken. Ja. Dat jullie op een gegeven moment gingen jullie bij hem op bezoek in de gevangenis. En daarnaast zien jullie met elkaar dat bezoek evalueren. Misschien moeten we daar eerst even naar kijken. Is toch filmen? Ja, hallo. Is het iets te dichtbij? Ik vond het wel moeilijk. Ja, omdat als je in, tegen jou heel erg afwezen in eerste instantie. Ik wilde bijna boos worden, want hij was echt soort van naar jou toe was hij heel trots en trots dat je gespierd was en heel blij dat je... Nee, maar dan was hij gewoon, hij was echt trots op jou, dat zag je echt. Yeah. En ja, ik weet niet, en toen ging hij op ons was het echt nee. En dat, ik dacht oké, je speelt nu, je doet weer precies hetzelfde als toen. Je geeft mij het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Yeah. En je keert ons tegen elkaar, want je zegt wij zijn niet goed en jij bent goed. Ja, dit was zoals jullie toen dachten dat het was. En terwijl, je zegt het net, het is natuurlijk ook iets denk ik, wat voor iedereen heel herkenbaar is, dat je, hoe de situatie ook is, altijd op zoek bent naar een soort erkenning van je ouders. En in ieder geval dan van je vader. Terwijl hierna kwam je erachter dat hij het niet over jou had, maar over China, over je oudere broer. Ja, inderdaad, ja. Wat deed dat met jou? Dat was wel even een klap, want het was ongeveer een week later dat ik het hoorde. Dus een week lang zat ik toch wel in conflict met mezelf, omdat je eigenlijk alles wat je hele leven wilde, kreeg je op dat moment. En eigenlijk wilde ik het helemaal niet op dat moment. Ik wilde eigenlijk gewoon dat hij boos op me was. Als hij boos op me was, dan was dat heel makkelijk te accepteren. Dan had ik gezegd, van dat is logisch. Maar dat was niet zo. Hij was emotioneel. Hij huilde zelf. Ik heb hem nog nooit zien huilen. Dus ja, dat zijn al die momenten, laat me zeggen, dat je... Dat komt wel binnen. En een week later hoorde ik dus inderdaad dat hij dacht dat ik Shin was. Omdat ik op Shin's plek zat. We zaten vroeger vaak op volgorde van leeftijd. En dat was ik nog vergeten. Dus ik was natuurlijk gewoon op Shin's plek gaan zitten. En dus hij dacht gewoon dat ik Shin was en dat ik er niet was. Dus hij had de week daarop had hij gevraagd van, waar was Edino dan? Waarom was hij er niet? Hij wilde echt weten waarom ik er niet was. Dus werd nog uitgelegd, hij was er wel. En dat wilde hij ook gewoon echt niet geloven. Dat is natuurlijk super cru. Want dat betekent dus dat je op dat moment denkt, ik krijg waar ik altijd naar op zoek ben. Ja, en dan lijkt het toch niet zo te zijn. Nou ja, het is dan niet eens zo, ik wilde dat niet eens krijgen. Dus, maar je kreeg het. Ja. En ik was er niet op voorbereid, dus je krijgt dat allemaal. En dat zijn, dat doet gewoon wel wat met je. En het is niet dat ik daarna ineens dacht van alles is goed. Maar nee, ik zat er wel mee in conflict. En als je een week later hoort dat alles weer omgedraaid is, besef je ook gewoon dat die inderdaad misschien nog niet helemaal goed is. Maar achteraf ben ik daar ook wel redelijk van op teruggekomen. Maar je zegt nu wel, of inmiddels, misschien door meerdere aanleidingen ben je er toegekomen, ik voel helemaal niets meer voor mijn vader. Nee, je beseft wat hij gedaan heeft. Je beseft hoeveel leed die ander heeft aangedaan. En dan gaat het niet over het leed wat hij bij mezelf heeft aangedaan. Natuurlijk is dat ook erg, maar je ziet het ineens bij je broertjes en zusjes gebeuren. Je ziet beelden terug. Ik heb die beelden natuurlijk ook nooit gezien verder. Dus ik zie die beelden nu ook allemaal. Die zijn allemaal nieuw voor mij. En dat komt heel hard binnen. Maar ondertussen zie je ook hoe dat nog doorgaat. Je ziet hoe dat doorgaat op het moment dat hij vrijkomt. Je ziet hoe dat doorgaat op het moment dat hij in de gevangenis zit. Dat wil je gewoon niet. Je ziet gewoon dat hij constant alleen maar een negatief effect heeft op mensen. Opvallend in de serie is ook dat iedereen die spreekt, jullie broers, zussen, dat jullie ergens twijfelen aan jullie eigen waarneming. Van, was het nou zo erg? Ja, het was zo erg. Want als het bij een ander zou gebeuren, zou ik dat ook verschrikkelijk vinden. Klopt. Ja. Waar komt dat? Dat komt waarschijnlijk door wat hij psychisch met jullie deed. Ja, en het was ook niet anders. Ja. Wij waren niet anders gewend. Dus het is voor ons was dat realiteit. En als je langere tijd in een bepaalde situatie zit, dan ga je er vanzelf aan wennen. Ja. Dus. Nou, het bijzondere is ook, kijk, jij bent naar school geweest samen met je met Zin en met Marjan. Ja. Jij bent niet naar school geweest, nee. Israël. Wat ik zo interessant vind, jullie kunnen allemaal, vind ik, ontzettend goed reflecteren, analyseren. Van jou vond ik het echt heel interessant. Omdat ik dacht, jij bent niet naar school geweest. Je had minder contact met de buitenwereld. Ja. En je bent gewoon heel... Ja. Je hebt het gewoon echt heel erg goed in beeld. Wat er is gebeurd. Ja, dat is natuurlijk wel... Het is wel ontwikkeld. Kijk, als ik... Als je me 5 jaar geleden had... Nou, wat zou het zijn? 3 jaar voordat ik wegging. Ik ben
ja, 5 jaar geleden had gesproken, dan was ik natuurlijk totaal, dacht ik heel anders over dingen. En, ja, dus het is wel echt ook wel de laatste 5 jaar dat ik heel veel ben gaan nadenken en gewoon gaan analyseren van hoe werkt het nou? En mm-hmm. ja, ook heel veel over mijn eigen schuldgevoel en dat soort dingen. En dan realiseer je dan ook dat heel veel meespeelt in waarom je vastzit in dat systeem. Omdat je overal schuldig over voelt en mm-hmm. je alles op jezelf betrekt en dat soort dingen. Ja. Dus, ja. Je zei net eerder in het gesprek dat je hoop dat die beschuldiging tegen hem, dat het ook, laten we zeggen, in de rechtbank uiteindelijk toch nog een gevolg kan krijgen. Ja. Is dus dat jullie advocaat bij Op1, die vertelde dat er een soort nieuwe poging wordt gedaan via het civielrecht. Ja. Geeft dat jullie nieuwe hoop ook daarop? Ja, zeker wel. Kijk, deze documentaire geeft ons ook al veel erkenning en rechtvaardigheid. Maar een recht, we hebben toch een rechtssysteem om recht te doen. Dus dan wil je ook dat in dat rechtssysteem recht gedaan wordt. Een documentaire is niet een rechtssysteem. Dus als daar het verteld wordt, dat is ons verhaal. Maar als een rechter dat zegt, en of dat nou een strafrechter is of een civiele rechter, in beide gevallen geeft het wel het gevoel dat in ieder geval het rechtssysteem binnen Nederland ook recht doet aan onze situatie. En dat is belangrijk. Dat is heel belangrijk. En ook niet alleen voor ons, maar ook voor anderen. Nu heb ik het gevoel van als iemand anders mishandeld wordt en van allerlei dingen zit mis, dan voelt het hopeloos om naar het rechtssysteem te gaan als het op deze manier eindigt. En door alles te doen om hier toch nog een uitspraak uit te halen, geeft ook aan anderen vertrouwen dat het rechtssysteem hen ook recht doet. Ja, precies. Ja. Iets anders wat gisteren zat in de aflevering heel veel ook over de worsteling, hè, van hoe gaan we nou om met de jongere broers en zussen die anders erover denken. Ja. Edine, ook vond het bij jou heel mooi om te zien dat je eigenlijk denkt van ja, ik wil ze graag beschermen. Ja. Terwijl je dan ook worstelt met ja, je wil er ook niet te erg bovenop zitten, want het zijn ook vrije mensen. Klopt. Ja. Gisteren leerde ik dat een van de kinderen niet meer in dat huis woont. Ja, dat zal jullie dan blij stemmen, denk ik. Absoluut, ja. Hoe ga je met die worsteling op dit moment om? Het is voor mij, het is natuurlijk wat anders. Ik heb ze altijd heel erg gemist. Ik heb hen allemaal heel erg gemist. Want ook in de periode dat ik daar was, leefde hij gescheiden. Je leefde het buiten. Dus Israël en ik, wij zaten altijd vroeg op een kamer. We speelden altijd samen. We hadden altijd, altijd gewoon samen. En ineens is dat weg. En dat is net met de anderen ook zo. Dus ik heb ze natuurlijk heel erg gemist. En als je ze dan eindelijk weer terug hebt, dan ik wilde ze gewoon echt met fluwelen handschoenen aanpakken. En ik wilde niks doen wat ervoor zou zorgen dat ik ze weer opnieuw kwijt zou raken. Ja. Alleen ik heb wel geleerd in dat anderhalf jaar dat je uiteindelijk daarin toch ook wel duidelijke keuzes moet. En je moet ergens op je strepen gaan staan. Oké, ik ga niet over deze grens heen. En dat wil ik ook niet meer doen. Maar ik wil ze ook niet kwijt. Dus het is lastig om daar een goede tussenweg in te vinden. Maar ik moet ook zeggen, we hebben ook gewoon heel goed contact. Ja. Ik kan echt zeggen dat ik in dit anderhalf jaar echt een band met ze heb opgebouwd. Wat fijn. We hebben hele leuke momenten meegemaakt. Heel veel gelachen, heel veel gelijkenissen ook gezien. Dat is ook leuk. Dus ik heb echt wel vertrouwen dat ook naar de toekomst wel gewoon goed gaat komen. Ik zou het alleen fijn vinden als ze inderdaad helemaal vrij zijn om te doen wat ze willen. En je ziet het gebeuren. Je ziet gewoon dat ze, ja, ze doen dingen, ze ontdekken zichzelf, ze doen leuke dingen. Ze zijn allemaal enorm ontwikkeld ook. Dus ze zijn ook aan het werk, ze doen van allerlei dingen. Studie, eigen bedrijf. En het gaat eigenlijk gewoon heel goed. Ja, je bent trots als je over ze vertelt. Ja, dat ben ik ook heel erg, inderdaad. Want ze doen dat eigenlijk vrijwel zonder hulp ook allemaal. Ze zitten daar, ze willen dat ook gewoon zelf doen. Ja. En ze laten ook gewoon zien dat ze het kunnen. En dat ze genoeg kennis hebben om dat ook te doen. Ja. En daarom vind ik het, ja, des te wranger, laat maar zeggen, dat ik het gevoel heb dat dat nou een beetje aan het afnemen is omdat hij daar weer woont. Ja, snap ik. Ben je trots op jezelf? Want jij bent in 2010, je zegt ik was in één klap alles kwijt. Ik heb ze heel erg gemist. Je had niks toen je wegrende uit huis. Nee. Ben je ook trots op hoe jij het hebt gered? Inmiddels wel, denk ik. Maar dat is meer omdat heel veel mensen dat op een gegeven moment zeggen. Maar het is overleven. En overleven, dat doe je gewoon. En natuurlijk, je komt van de ene situatie in de andere situatie. Maar ik heb altijd wel heel sterk die drive gehad om iets te maken van mijn leven. En ja, uiteindelijk komt het dan denk ik ook wel goed. We hebben dat alle drie natuurlijk gehad. Dus, ik denk dat jullie echt een mooi voorbeeld zijn van veerkracht. Israël, je leert films maken. Dus ik hoop dat we jou nog eens terugzien, ook aan deze tafel, met een mooie productie. Nederlands Spielberg. Er zijn nog zoveel vragen. Een aantal van is wel goed om te zeggen. Want ook heel veel mensen, ik vroeg me ook af van ja, hoe is dat dan bij jou gegaan toen je wegging? En bij Marjan en bij Shin. Er is vanavond nog een extra deel wat online komt. Een online deel op NPO Start. Dat is geloof ik vanaf vanavond om 8 uur te zien. Ja.
Maar super bedankt dat jullie hier wilden zitten en jullie verhaal wilden vertellen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Thanks. En dan ga jullie goed. Ja.